Welkom bij Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Vandaag gaan we het hebben over de laatste speelronde voor de play-offs. We gaan vooruitblikken op diezelfde play-offs. En we hebben een Olympisch kampioene die een speelster toevoegt aan het ING Best Team Ever. Lucienne Rijgaard, Diane Bito en Sanne van Dongen, die zijn mijn gasten. Ik heb er zin in. Wij gaan beginnen. Ja, welkom allemaal. Aflevering 5 alweer van onze talkshow, Sanne. We gaan dik. We gaan hard. Ja, zomertijd ingegaan afgelopen weekend. Uurtje minder slaap, maar jij ziet er fris uit. Volgens mij heb je geen last van. Ik heb nergens last van. Wel gewoon lekker op tijd hier, dus we zijn er allemaal. Dat is fijn. Naast jou aan tafel zit de vrouw die speelde voor ADO, AZ en Telstar in Nederland. En ze kwam maar liefst 146 keer uit voor het Nederlands elftal. Diane Bito, welkom Diane. Hallo, dankjewel. Heb je een goed weekend gehad? Ja, ik heb een lekker relaxed weekend gehad. Ja, zoals zoveel, denk ik. Helemaal ontspannen hier aan tafel vandaag. Ja, op zich wel. Ja, ja, ja. Ja, en dan de laatste gast hier aan tafel. Oudspeelster van ADO, Ajax en West Ham United. Tegenwoordig werkzaam in het bestuur van ADO. En ja, Sanne, we moeten haar trouwens aanspreken als dokter. Want in 2019 is ze gepromoveerd. Hartelijk welkom, Lucienne Rijgaard. Dankjewel. Waarom ben je gepromoveerd? In de psychologie. Ja, ik heb psychologie gestudeerd en vervolgens in het ziekenhuis, in het AMC, heb ik daar een promotieonderzoek gevolgd. Wow. Ja. Straks gaan we het nog even hebben over hoe je dat nu in de praktijk toepast. Leuk. Maar eerst gaan we naar de 14e speelronde in de Eredivisie. De uitslagen die waren als volgt. VV Alkmaar die won voor de tweede keer deze competitie. Ze versloegen Heerenveen met 4-3. PEC tegen Excelsior werd 2-2 en Ajax-ADO eindigde in 1-0. Eén wedstrijd, die ging niet door. En dat was de topper tussen PSV en Twente. Omdat het hele team van PSV in quarantaine moest vanwege 3 coronagevallen. De stand momenteel is als volgt. PSV staat nog steeds bovenaan met 31 punten. Ajax op plek 2 ook met 31 punten, maar dus één wedstrijd meer gespeeld. Twente op plek 3 met 29 punten. En ADO staat vierde. Zij hebben 20 punten. Ja, laten we beginnen met de uitgestelde wedstrijd. PSV tegen Twente. Corona gevallen in de selectie. Eerst vorige week al tegen ADO testte Joelle Smits positief. Mm-hmm. Een paar dagen daarvoor spelen ze nog tegen Ajax. Nu dus weer 3 gevallen. Had zomaar eigenlijk een soort van coronabommetje onder de competitie kunnen leggen. Hè? Zeker, ja. Wel op zich, qua timing had het niet heel erg geweest. Omdat we natuurlijk nu 3 weken geen wedstrijd hebben. Maar wel de Eredivisie Cup. Maar ja, het is wel bijzonder, want ik zei vorige week in de podcast nog van, nou, ik ben blij dat iedereen negatief testte. Gelukkig alleen Joelle Smits. Maar het is maar weer duidelijk dat je nooit zeker weet of er niemand met corona rondloopt. Want uiteindelijk bleek PSV het wel te hebben. Ze hebben gelukkig niemand aangestoken van Ajax. Dat is dan ook wel weer een geluk bij een ongeluk. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd of iedereen inderdaad morgen fit is. Of ze kunnen spelen, of ze mogen spelen. Mogen ze uit quarantaine? Is iedereen getest, negatief? Moeten ze een PCR doen of een sneltest? Nou ja, al die vragen. Ik ben nog wel heel benieuwd of het morgen... Laat ik zeggen, ik ben benieuwd wat de opstelling is morgen. Ja, ja, inderdaad. Want ja, wij weten nu dat er 3 gevallen zijn. Maar ja, voor hetzelfde zijn er nog meer. Het is best wel intens. Ineens dan is het daar. En dan weet je maar niet wie er allemaal wel en niet gaan spelen. Dus ja, best wel vervelend eigenlijk voor PSV. Ja, voor morgen valt het nog mee. Want het is nog... Ja, we spelen eigenlijk om 1,5 punt hè, nog in deze ronde van de competitie. Dus als ze dan verliezen, is het 1,5 punt. Maar ja... Als je straks voor de Eredivisie Cup speelt of echt de kampioenswedstrijden die eraan komen, dan wil je geen corona hebben. Dus misschien is het wel goed getimed. Ja, even, het is precies goed zo. Dat de tweede keer, hè, PSV trouwens, die in quarantaine. Ja, maar het is wel jammer dat we niet over die wedstrijd konden hebben. Want ja, PSV Twente is natuurlijk de topper. Dinsdag wordt hij ingehaald, Diane. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, net zoals wat Sanne zegt inderdaad. Ik ben benieuwd wie er allemaal inderdaad überhaupt gaan spelen. En of iedereen fit is en... Ja, dan moeten we maar zien wat voor wedstrijd het gaat worden. Ja, het is wel een mooie topper. En dat kan de top 3 nog even lekker overhoop gooien eigenlijk. ADO kan er helaas niks meer aan doen qua punten. Maar, nee, dat is jammer. Nee, maar het is wel denk ik een goede voorbode voor de play-offs. Ja, zeker. Ja. Nee, het zijn mooie 4 mooie clubs. En ik denk dat Twente natuurlijk goed erin zit. Met een aantal doelpunten die ze scoren de laatste wedstrijd. Dus ik ben 22 maar liefst. 22, ja precies. Nou, dat is echt... Ik ben heel benieuwd dinsdag, want ik denk dat zij ook gewoon goed in vorm zijn. Dus ik denk wel dat PSV het zwaar gaat krijgen. Denk ik ook wel. Corona ik natuurlijk, ook. Dat ze ook nog hebben gehad. Dus ze hadden, ze,
ik vond Twente al favoriet. En dan kan je ook niet trainen. Je ziet elkaar niet. Je zit er niet helemaal lekker in. Want nee. Je hebt net een paar dagen een beetje bangig thuis gezeten. Dus ze mogen aan de bak. Precies. Ben benieuwd. Jij hebt denk ik Ajax-ADO gekeken. Ja. Jullie verloren met 1-0. Was het terecht? Ik denk dat ADO goed begint. En het Ajax eigenlijk best wel lastig maakt. Je ziet dat ADO toch het goed doet tegen topclubs. Dat zie je dit seizoen ook. En ze hebben eigenlijk juist wat punten laten liggen tegen de clubs die nu op dit moment onder ADO staan. Maar overal, je ziet dat in de tweede helft dat Ajax toch wel ook goed terugkomt. En dat toch de klasse heeft om een goal te maken. Ik denk dat ADO best wel wat kansjes heeft gehad, kleine kansjes. Ze komen er af en toe uit. Op zo'n moment moet je dan een goal maken. En dat gebeurt niet. En Ajax maakt een prachtige goal, overigens. Samantha van Diemen. En het is zonde. Maar ik denk dat Ajax dat ADO best tegenstand heeft geboden tegen Ajax. En dat ze dat opnieuw weer laten zien. En ze hebben het uiteindelijk gewonnen. Ja, dat is jammer. Ja, wat mij vooral echt opviel, het was echt een keiharde wedstrijd. Ja. Ik denk letterlijk dat de vallen en stoten gel van Arnie Floor, ik heb er geen aandelen in, maar het werkt heel goed, kan ik zeggen. Dat die niet aan te slepen was achteraf, toch Sanne? Ja. Het was echt niet normaal. Nee, het was niet normaal. Wel, ik hou ervan hoor. Ja. En ADO levert altijd die strijd. Dus je kan er wel vergif op innemen dat het harde wedstrijden worden als je tegen ADO speelt. Maar Ajax deed hetzelfde terug. Dat is ook de enige manier hoe je dat moet bestrijden. Sherida Spitsen, die vlogen af en toe één jongen. Nou, dat in de 16, toen zij wilde schieten. Nou, ze wilde niet schieten. Dus ze wilde die bal echt naar Utrecht schieten. En daar hadden niet 1, 2, maar wel 3 scheenbenen gebroken kunnen worden. Het is maar goed dat ze er allebei zo hard in gingen. Want anders inderdaad was er wel wat gebeurd. Dat denk ik wel. Ja. Ik zag al zo'n half onderbeen bungelen. Daar heb je geen Arnie Floor voor nodig, hoor. Dat kan dat gaat niet meer werken dan. Dan kan je smeren wat je wil. Nee. Maar harde wedstrijd. Wel een leuke wedstrijd daardoor. Af het eerste helft vond ik het wel een beetje matig hier en daar. Maar de tweede helft was echt leuk om te zien. Ik vond Victoria Pelova echt goed in de tweede helft. De eerste helft nog een beetje zoekende. Maar uiteindelijk verdiend gewonnen van Ajax. Ja. Lucienne zei het al. Prachtige goal. Samantha van Diemen. Ja. Gaan we wat meer van haar zien, denk je? Ik vond wel dat ze had het wel lastig tegen Rijsbergen. Dat vond ik wel. Af en toe won ze wel een duelletje tussendoor. Ik denk dat ze wel kan groeien. Ik denk dat haar handelingssnelheid even wat omhoog moet. En ik denk dat ze daardoor wel kan groeien. En ik denk dat ik haar liever dan in het centrum zie staan dan aan de zijkant. Ja. Dat wel. Ja, ik kijk natuurlijk ook als een verdediger naar haar. Ja. Klopt. Ja. Ik vind het ook wel. Ze had het wat jij zegt tegen Rijsbergen. Rijsbergen is overigens echt een hele goede speelster. Ja, rechtsbuiten van ADO. Ja. Groot talent. Maar ze had het inderdaad heel moeilijk. Maar het was wel een mooi duel, vond ik, tussen de twee. Weet je wel, zeker weten. De beste, gewoon het grootste talent in de verdediging. Precies. Tegen groot talent in de aanval. Was een mooie strijd. Maar vond ik ook. Samantha van Diemen had het verdedigend wel heel zwaar. Ja, dat was wel lastig. Ja, af en toe kwam ze er inderdaad door het midden. Kwam ze er ook door. Dus ze bleef ook niet echt helemaal aan de buitenkant staan af en toe. Dus daardoor was het wel lastig. Ja. En dan VV Alkmaar. Die pakt gewoon eventjes weer 3 punten voor de tweede keer tegen Heerenveen. Vond jij dat verrassend? Ik vond het wel verrassend. Ik vind het ook wel verrassend dat Heerenveen echt even helemaal de weg kwijt is de laatste weken. Ze hebben 2 punten gepakt volgens mij sinds de winterstop. En gisteren tegen VV Alkmaar, ik heb die wedstrijd even teruggekeken, maar VV Alkmaar was echt veel beter. Veel feller, ze wilden liever winnen. Ze waren beter in de duels. Heerenveen, die had het echt even niet meer. En toen werd het nog 3-3. Toen dacht ik nog, dat was niet dat. Ik hoop wel dat VV Alkmaar nog wint. En in de allerlaatste minuut. Scoren ze nog. Ja. Wilde gewoon die kans ook gewoon goed uit. Ja, zeker. Ja, het was wat dat betreft ook wel een leuke wedstrijd. 7 goaltjes. Maar Heerenveen zal zich wel. Ja, dat zal misschien ook wel van de play-offs. Weet je wel, je haalt de play-offs niet. Het moraal van je team zakt een beetje in. Ja, waar speel je nog voor, et cetera? Dat merk je misschien toch dan op het veld. Maar VV Alkmaar denkt gewoon, vorige week 9-0 verloren. Wij moeten ons revancheren. En dat deden ze echt knap. En ze hebben terecht gewonnen. Dus. Ja. Ja, omdat Heerenveen het dus even helemaal kwijt is eigenlijk. Eindigt PEC best of the rest, nummer 5. Lucien, ben jij misschien wel stiekem ook een beetje blij dat nu de competitie doormidden wordt gehakt? Want die hadden wellicht nog heel makkelijk naast of voorbij jullie kunnen gaan. Nee, het is hartstikke goed dat ADO vierde plek en dat nu de play-offs. Dat is natuurlijk mooi voor de club van ADO om tegen topploeg te spelen. En dat gaan ze nu de komende weken alleen maar doen. Dus dat is mooi voor ADO, ja. Ja, blijven nog bij PEC Excelsior 2-2. Ja, dat was echt een rare. Ja, ik heb natuurlijk alleen maar de samenvattingen gezien.
Maar het was echt een rare situatie. Ik dacht echt, ja, wat dacht Zwolle eigenlijk? Dachten ze dat de bal teruggegeven werd? Want volgens mij stond Blom ook een stuk verder van de bal dan degene die uiteindelijk die bal erin schiet. Het was echt een bizarre situatie. Ik begreep er helemaal niks van. Nee, we een paar keer moeten terugspoelen, maar hij zat er gewoon in. Ja, dus het was gewoon inderdaad een legaal doelpunt. Ja. Ik heb eigenlijk, ik weet niet wat de regels zijn, maar je mag zo'n bal er gewoon in schieten dus. Nee, ja, dus misschien voor degenen die het doelpunt niet gezien hebben. Het was een scheidsrechterbal op ongeveer 30 meter van de goal. Speelde van Excelsior, speelde van PEC. En ze keken een beetje naar ze van, nou, wie gaat die bal raken? Die speelde van Excelsior ramt die bal echt in één slag gewoon bam de kruising in. Met een stuit. Een beetje raar. En iedereen keek om elkaar heen. En de scheids keurde hem af. En de grens keurde hem goed. Ja. Eindstand was dat die dus werd goedgekeurd. En dat het 2-2 werd. Ja. Maar jij vond het dus wel gewoon een terechte goal. Nou ja, ik weet dus, daarom zeg ik. Ik vond het zo jammer dat ze de situatie vooraf niet lieten zien. Wat was er gebeurd waardoor er een scheidsrechterbal was? Ik denk, dat weten wij dus nu als kijker niet. En waardoor is dat gegeven? Ja, dan maak je een afspraak van, oké, schieten jullie de bal terug. Meestal maak je zo'n afspraak. Ja. Maar ja, blijkbaar was dat dus niet zo. En Jacina Blom die stond er verder vanaf. En zij denkt, ik ram gewoon die band voeren. Ja, ze dacht, we zien wel. Ja, we zien wel waar die terechtkomt. Ja, vroeger deed je dan eerst over de zijlijn, toch? Ja, maar iedereen stond ook voorin. Ja. Volgens mij van Excelsior. Ja, dus klopt. Ja. Dan denk ik, wat is er dan afgesproken? Hoezo? Ja. Dat is misschien gewoon een gelukje. Eigenlijk zou ik het liefste haar erbij willen halen. Maar dat kan eigenlijk wel. Hoe bedenk je dat? Maar hij zat er wel gewoon in. Ja. Dus nu is bijna de eindstand helemaal bepaald. Dinsdag nog één wedstrijd, de topper. En dan gaan we door naar de play-offs. Ja. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijn? Ja, en wij hebben dus een telefoon de Eredivisie ingestuurd, Sanne. We gaan bellen met de pure energie. Wie heb ik aan de lijn? En voor de goede orde nog even. Wij weten dus niks. Nee, ik hoor wel eens vrienden van mij die zeggen van... die telefoon, jullie weten toch wel wie erop bent. Maar wij weten echt niks. Die telefoon is een fysieke telefoon. Die hebben wij zelf gekocht. Stickertje opgeplakt. En die geven wij gewoon aan een speelster. En het is maar net de vraag wie die telefoon op maandagochtend in handen heeft. Precies, er zit maar één app op. FaceTime. Eén app, FaceTime. Enige wat we kunnen is dat. Okay. En voor iedereen die het misschien vorige week gemist heeft... Kelly van Doren van PSV, die... had onze telefoon. PSV zit in quarantaine. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of die wordt opgenomen. En zo ja, door wie. Dus laten we gaan bellen met onze... Wie heb ik aan de lijn? Ja. Hij gaat over. Hij gaat wel over. Dat is fijn. Hij ligt misschien bij Kelly van Doorn ergens onder in de sporttas. Dat zij er nu wakker wordt. Dus denkt, what the fuck? Wat is dit? Zit ze net die sneltest te doen? Ja. Voor de quarantaine. Wel heel vaak over. Ja, gaat wel vaak over. Ik was vandaag al een beetje zenuwachtig over, want... Ja, als je in quarantaine zit... Als je in quarantaine zit, geef je ook niet zo makkelijk de telefoon door. Of je moet hem dompelen in de desinfectie. Ik wou zeggen, die kun je toch wel desinfecteren of iets. Gooien. Wel simpel, ja. Officieel mag je ook niet worden doorgegeven aan iemand in het eigen team. Maar dat is bij deze een beetje lastig. Misschien heeft ze zich zo goed aan de regels gehouden... dat we dus nu ook niemand aan de lijn krijgen. Hij gaat er vaak over. Geen gehoor, hè? Geen gehoor. Jammer. Kelly van Doren, als je dit hoort... voor 26 april moet deze telefoon zijn doorgegeven... aan iemand niet uit jouw eigen team... Dus we gaan dan weer bellen... en dan hopen we dat we dan iemand aan de lijn krijgen. In ieder geval... beterschap als je nog in quarantaine zit. En de telefoon dus ook nog in quarantaine. Dus over een paar weken weten we meer. Lucien, dan gaan we naar jou. Ja. Jij hebt 6 jaar voor ADO gespeeld. En nu zit je dus in het bestuur van ADO. Ja. Waarom wilde je zo graag terugkeren bij de club in deze functie? Ja, dat is een goede vraag. Ik wilde graag bij ADO, omdat ik zelf ook in Den Haag woon. Toch bij ADO ben begonnen en daar 6 jaar heb gevoetbald. Toch een beetje mijn clubje daarin. Ik heb daarna bij Ajax en West Ham, wat je ook aangaf, gespeeld. Maar ADO heeft toch wat speciaals bij mij. En ik vind het superleuk dat ik op die manier nog betrokken kan zijn bij het vrouwenvoetbal. En iets kan betekenen voor ADO en de competitie in het algemeen. Ja. Want wat doe je in het bestuur? Ja, dat is nog. Ik ben nu een jaartje. En het is helaas natuurlijk corona, zoals we allemaal weten. Dus het is wel lastig om dichter bij de meiden. Want dat zou ik wel graag willen. Dat je ook een beetje die connectie maakt met de meiden. En dat je ook... je ervaringen kan delen en ook... het zijn veel jonge meiden, dus misschien hebben ze daar ook wel interesse in. Of misschien ook niet.
Maar in ieder geval, wat ik nu doe, is ook... je bent ook wel verbonden met de KNVB. Dus kijken hoe de competitie ingericht wordt. Daar vergaderingen over hebben. Hoe staat ADO erin? Wat willen wij? We zijn natuurlijk hartstikke blij dat we nogmaals bij de kampioenspool... dat we toch op die manier bereiken. En dat we het hartstikke goed doen. Dus dat is hartstikke leuk om zo dichtbij te staan. Ja, want we zeiden in het begin, je bent gepromoveerd in de psychologie. Ja. Hoe zou je dat, als er geen corona was geweest, hebben willen toepassen bij ADO? Ja, bijvoorbeeld toch wel begeleiding daarin iets. Kijken of die jonge meiden, ook zei, als ze iets erover willen praten of mentaal met druk tegenwoordig, is dat alleen maar goed om daar open over te zijn. En dan moet je wel kijken, want hoe je dat bestuurstechnisch natuurlijk doet, omdat je wel in het bestuur zit en misschien moet je dan een andere rol op een gegeven moment aannemen. In die fase zitten we van, hoe kunnen we dat het beste invullen? Een soort team manager misschien, of een vertrouwenspersoon? Ja, dus het is een beetje afhankelijk van... als het straks corona voorbij is, hoop ik dat we daar ook wat meer duidelijkheid en ook wat meer dichter bij de meiden kunnen komen. Ja. Dan zit je echt bij het bestuur, zeg maar, met ook waar de mannen-issues worden besproken. En jij bent dan, moet ik het dan zien dat jij dan de vrouwenonderwerpen aandraagt? Of bemoei je met alles? Het is vooral dus nu echt de stichting, omdat nog steeds ADO zit, valt niet onder de NV. Mm-hmm. En dan ik zit bij de vrouwengedeelte. Ja, precies. Maar je hebt wel gesprekken inderdaad, van dat uiteindelijk is het ook voor ADO interessant natuurlijk als ze uiteindelijk de vrouwen onder de NV kunnen vallen. Dus dat zijn onderdelen inderdaad die dan gesprekken die dan plaatsvinden. En daar ben ik ook bij betrokken inderdaad. Dus dan zit je weer bij het gedeelte van de mannen ook waar je overleg mee hebt. Maar over het algemeen is het eigenlijk vooral het vrouwengedeelte. En vanuit hoe kunnen we de ADO-vrouwen... Is er anytime soon de mogelijkheid dat jullie dus wel aansluiten bij die NV? Kunnen we trouwens even uitleggen voor mensen die niet weten wat er gebeurt als je in de NV zit? Wat is het verschil? Als je echt onder de mannentak valt, dan heb je natuurlijk wel... wat een voordeel is natuurlijk de financiële middelen. Alhoewel dat bij ADO op dit moment ook niet heel goed zit. En dat er ook veel in het nieuws is, dat het ook wel problematisch is bij de mannen. Maar je hebt gewoon, je hebt makkelijker, je hebt onderdeel, maak je van die club uit. Wat ik ook bij West Ham zag, weet je, en bij Ajax is dat trouwens ook heel goed geregeld. Je maakt gebruik van dezelfde faciliteiten, je hebt de middelen, je bent eigenlijk meer één club. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je uiteindelijk wil uitstralen. En dat zou mooi zijn op termijn. Dat is nog niet duidelijk of dat op zeer korte termijn. Maar wij, we zijn er wel in overleg, maar we hebben ook wel het belang van... We willen echt dat het voor de vrouwen goed zal zijn. En we gaan niet over als we merken dat we juist dan onderaan de ladder staan. Ja. Want we zijn juist hartstikke goed bezig, denk ik. En dat is een afweging voor ons. Is het inderdaad het moment dat wij het loslaten in dat opzicht? Mm-hmm. Of is het juist beter dat we toch nog de touwtjes in handen houden? Ja, precies. Dus eigenlijk zou je dan maak je eigenlijk een professionaliseringsslag. Dat is eigenlijk wat precies. Er gebeurt. Maar wel met de nadruk dat het echt het beste voor die meiden moet zijn. En voor de club ADO Vrouwen. Want dat willen we. Want we willen groeien. Ja, het moet niet voor de bühne zijn. Dat ben ik met je eens. Ja, maar tegelijkertijd is het ook wel een keer tijd dat jullie gewoon bij die mannentakken... Helemaal mee eens. Ja. Ja. Nou is het voor ADO misschien niet de beste tijd nu. Omdat ze zelf... Precies, dat is het, weet je. Ja, in de sores zitten. Maar... Ja, maar helemaal mee eens, ja. Het zou mooi zijn. Ja. Diane, zou het wat voor jou zijn om toe te treden tot het bestuur van een oud club van jou? Nee, dat is niet iets wat bij mij ligt, zeg maar. Nee, mij ligt, laat ik het zo zeggen. Nee. 2015 ben je gestopt met voetballen. Ja. Kriebelt dat nog wel eens? Dat je denkt, misschien had ik nog even door moeten gaan? Nee, totaal niet. Nee, zeker niet. Nee. Het was gewoon genoeg. Mijn lichaam had genoeg, dus... dan is het ook goed zo. Dan moet je ook niet achterom kijken nadat je je beslissing hebt genomen, omdat ze daarna wel succes hebben behaald. Ik bedoel, wij hebben ook successen behaald. We hebben voor het eerst een EK gehaald, voor het eerst een WK. Dus ik ben trots op mijn prestaties die ik daar heb geleverd. Dus zeker niet achterom kijken. En 146 caps, dat is meer precies. Dan wij allemaal bij elkaar in het tafel. Ja, klopt. Ja, op hoeveelste plek sta je dan? Ik denk dan, even kijken, dan heb ik Sherida voor me, Annemiek. Ja. En ik weet niet of ik Marleen dan nog voor me heb. Mm, maar dan sta ik vierde. Ik denk het wel hoor, Marleen, zeker ervoor. Ja. Nee, maar wat doe je nu? Ja, ik werk eigenlijk nog steeds bij hetzelfde bedrijf. Al 21 jaar werk ik bij Eurocross, of tenminste bij Achmea. En daarnaast werk ik nu bij Eurocross. Dat is een alarmcentrale en wij doen eigenlijk het repatten van mensen als ze ziek worden in het buitenland tijdens een vakantie. Nou, druk gehad iets wat er nu zomer. Niet is inderdaad. Ja, het is echt verschrikkelijk. Voor ons is dit echt een verschrikkelijke periode. Niemand gaat weg, behalve voor zakenreizen. Ja.
Maar ja, dat is ook natuurlijk super weinig wat mensen doen. Iedereen doet nu alles via Zoom of Skype of weet ik veel allemaal. Dus ja, er gaan gewoon weinig mensen naar het buitenland. We hebben gelukkig nog de GGD, zeg maar, klus binnen kunnen halen. Dat wij dus bron- en contactonderzoek doen. En ja, daarnaast doen we ook autohulp in Nederland. En je merkt nu dat het wat drukker wordt op de weg. En ja, dat het daardoor ook iets drukker wordt weer bij ons. Maar ja, wij kunnen niet wachten tot iedereen weer lekker op vakantie gaat. Precies. Ja, ja. Maar doe je niks meer in het voetbal? Nee, ja, ik zat bij onder 17 een hele tijd als kidmanager. Dus ja, dat was echt super leuk om te doen. Ook om die jonge talenten te zien groeien, zeg maar. Maar ja, dat ligt nu helaas ook al een jaar stil. En ja, ik heb van de week te horen gekregen dat het tot september stil ligt. Dus ja, dat is echt verschrikkelijk balen. Want dat vond ik echt super leuk om te doen naast mijn werk bij Eurocross dan. Ja. Ja. Nou, we zijn blij dat je dan toch nog even hier zit ook. Ja, ben je nog een beetje bezig met het voetbal, zeg maar. Ja, precies. Ja, 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 zeker. Ja, Lucien, je zei net nog dat je in het bestuur van ADO ook praat met de KNVB. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Waar willen jullie misschien wel naartoe met ADO? Ja, nee, het is meer ook dat we vanuit de KNVB een stuurgroep hebben. En dat houdt in dat we eigenlijk met verschillende clubs gewoon over de competitie praten. Van wie zijn de voorstander van de Eredivisie Cup, wie niet, play-offs wel, niet, waar willen we naartoe? En elke club staat daar natuurlijk anders in. Zeker met verschil met topclubs en de clubs die wat lager in de league staan. Ja, en daar heb je dan eigenlijk discussie over. En namens ADO zit ik daar dan dus ook in. En dan sta je ADO eigenlijk daarin. Maar hoe staan jullie erin? Ja, daar kan ik inhoudelijk nog niet heel veel over zeggen. Maar behalve dan dat, ja, natuurlijk het voor ADO nu perfect is dat ze in de bovenste bij de bovenste vier zijn geëindigd en je tegen topploegen speelt. Maar ik kan me voorstellen dat inderdaad als je onder die grens en in de B-league speelt, dat het toch anders is. En dat je daar anders in staat. En ADO had daar natuurlijk zit daar altijd wel tegenaan. En ze spelen tot nu toe altijd bij de bovenste vier. Dus ze doen dat hartstikke goed. Maar ik kan me voorstellen dat je dan anders in staat. En dat hoor je dan op dat soort momenten ook. En daar moeten we met z'n allen, denk ik, goed voor zorgen dat er gewoon het belangrijkste is dat de competitie uiteindelijk verbetert. En niet dat het gat tussen de kleinere clubs en de grote clubs groter wordt. Het is hartstikke goed dat er meiden en ervaren speelsters terugkomen naar PSV, Twente, Ajax. Dat je dat ziet, dat die competitie weer groeit. Maar het is ook belangrijk om die kleinere clubs in het oog te houden. En dat daarvoor ook een goede competitie neer te zetten. Dus dat is denk ik alleen maar goed dat je daar met z'n allen over hebt. Ja. Slaan jullie ook wel eens met je handen op tafel dan, tijdens zo'n vergadering? Nee, heb ik nog niet gedaan, maar misschien probeer het eens. Nee, ik geloof wel in de rol van de KNVB hierin. Ja. Want het is, het is toch een beetje politiek. Je hebt altijd Ajax, PSV, Twente zijn superrijk. ADO en ook wat kleinere clubs zijn natuurlijk hebben een budget. Nou, ik weet niet eens hoeveel procent van het budget van Ajax dat is. Maar de KNVB heeft daar misschien wel een rol in, weet je wel. Misschien kunnen zij een financiële regeling treffen, waardoor uiteindelijk gaat het om geld. Ja. Dat Excelsior nu onderaan staat, is geld. Weet je, zij hebben het minste budget. Ajax staat niet eens bovenaan. Dus je kunt niet altijd het kampioenschap kopen natuurlijk. Nee. Maar het feit dat er zo'n groot verschil is, dat heeft allemaal alles met geld te maken. Financiële middelen. En daarom zeg ik, het slaan ze met je handen op de tafel. Van als dit zo blijft, dan wordt het alleen maar groter. Ja. Het is net politiek, hè, jongens. Ja. En, het is zonde voor de competitie. Ja, het is ontzettend zonde. En ik geloof gewoon heel erg in, als je dat recht trekt, dan is het beter voor voetbal in heel Nederland. En dan heb je er ook straks over 10 jaar op EK's en WK's wat aan. Als je daar nu iets aan kan doen. Absoluut. Maar waar de precieze oplossing zit, dan moet ik misschien een paar keer met die vergadering meeluisteren. Maar ik zie je er wel tussen zitten eigenlijk. Jij staat zeker met je vuist op tafel. Ja. Ik denk dat ze gewoon overstag gaan. Nee, er zitten allemaal mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik, hoor. Dat zou ik niet. Ik wil niet. Ik weet ook de oplossing niet. Maar er moet wel iets gebeuren, heb ik het idee af en toe. Dus ik weet niet zo goed. Ja, maar daar zijn ze wel goed bezig. Ja. Oh, sorry, daar zijn ze wel echt heel goed mee bezig, hoor. Dat vind ik. Ja. Dus, maar ik denk dus dat het des te positiever is misschien wel, dat dan een oud speelster met een hart voor de club dan ook in het bestuur komt te zitten. Ik denk dat dat misschien wel vaker zou kunnen gebeuren als je dan echt iets wil veranderen, toch? Ja, meestal de meeste mensen die echt verandering teweeg brengen zijn de meest gepassioneerde. In welk vakgebied dan ook. Dus wat dat betreft is het inderdaad oud speelsters. Daar geloof ik heel erg in, ja. 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 Zit denk ik op de goede plek, Lucien. Ja, leuk. Ja, vind ik ook. Dus, ik heb er wel naar zin. Ja, wij bouwen in deze talkshow aan een heel bijzonder team. Namelijk het ING Best Team Ever. Een elftal met de beste speelsters die ooit op de Nederlandse velden te vinden waren. Samengesteld door bekende liefhebbers. En vandaag is de eer aan Olympisch hockeykampioene Fatima Moreira de Mello.
Hoi allemaal. Nou, de speelster die ik wil nomineren voor het best team ever werd in 2017 Europees kampioen met het Nederlands team. Werd er ook beste speelster van dat toernooi, Europees speelster van het jaar, beste speelster van de wereld. Nou, jullie weten het denk ik al, Lieke Martens. Ik ben niet helemaal onbevooroordeeld, want ik heb ook shoots met haar voor Zinzi. En het is gewoon een hele leuke meid, heel toegankelijk. Superleuk ook dat ze het voetbal populairder maakt nog voor jonge meiden. Dat doet ze natuurlijk ook met de rest van het Nederlands team en met alle meiden van de Eredivisie. Maar zij is toch wel echt een boegbeeld en ik vind dat ze dat ook heel goed doet. Daarnaast vind ik het heel mooi om te zien hoe zij, ook al heeft ze net een mooie pingelactie gemaakt, heeft ze altijd weer overzicht. Kijkt ze altijd wat de beste optie is. Zelf voor een actie gaan, verder of de bal voorgeven of zelf op het doel schieten. En dat overzicht, ja, dat is heel opvallend bij haar, vind ik. Dat over de bal heen kijken. Dus bij deze mijn inzending. Lieke Martens, douze point. Douze point, dankjewel Fatima. Ja, voeg jij Lieke Martens even toe aan ons bord, Sanne? Tuurlijk. Dan hebben we... Niet verrassend. Nee, zeker niet verrassend, maar zeer terecht, denk ik wel. We hebben 5 speelsters op het bord staan. 12 punten. Oké. Okay. Over een paar weken gaan we weer mee verder met het ING Best Team. En dan ben ik benieuwd wie er een nieuwe speelster toe gaat voegen. Ja, want over een maand dan worden de play-offs gespeeld. Maar eerst hebben we nog op 5 april de finale van de Eredivisie Cup, Sanne. Ja. Ajax en Twente spelen tegen elkaar. Wie staat er een beetje het beste voor? Ja, dan kom ik toch alweer op Twente uit. Het is een herhaling van facetten. Maar Ajax, ik moet zeggen dat ik vorige week zei dat ze weer een beetje... Dus ze moet even een beetje in de flow komen. Nou, gisteren, tweede helft, had ik dat gevoel wel, weet je wel. Dat ze weer wat vertrouwen krijgen. Dus dat is natuurlijk het belangrijkste, dat je daar straks staat. Maar Twente heeft in mijn ogen nog steeds de beste papieren. Ja. Tenzij ze morgen misschien met 3-0 verliest van PSV. Dan zeg ik natuurlijk heel wat anders. Het blijft voetbal. Maar nee, Twente gaat de eerste prijs pakken. Ja. Denk ik ook wel. Ja. Ja. De play-offs, ga je daar een beetje lekker voor zitten, Diane? Kijk je als het op tv komt, dan ga ik ervoor zitten, inderdaad. Want ja, naar het stadion kunnen we niet echt. Ja. Maar dan ga ik er zeker voor zitten. Het zijn wel leuke wedstrijden om te kijken. Ja. Die finale wordt overigens live uit. Ja, nou top. Nou, dan hier. Ga ik ervoor zitten. Ja. Dan zit je ervoor op tweede paasdag. Ja, zeker. Ja. Ja, ADO die zal... Zometeen gaat de competitie dus doormidden. De punten die worden gehalveerd. ADO zal de minste punten overhouden. Ja. We staan op plek 4, zullen 10 punten overhouden. Maar ja, we moeten ADO niet uitvlakken, hè? Nee, zeker rekening mee houden. Ja, ik bedoel, ja, ze zullen het heel lastig krijgen om kampioen te worden. Dat is geen, denk ik, optie. Maar ik denk dat het wel gewoon een team is wat heel veel punten nog kan pakken. En dat de overige 3 daar zeker rekening mee moet houden. En dat ADO altijd in is om te winnen. Ook al staan ze op plek 4. En dat wordt gewoon altijd, het zijn altijd leuke wedstrijden. Ze leveren strijd, Haagse mentaliteit. En ze moeten het maar zien. Ja. Ja, misschien zijn jullie wel de ploeg die het... meeste nog een soort van route in het eten precies, kunnen gooien. Nog, ja, dat denk ik. Ja, jullie kunnen een beetje kiezen tegen welke ploeg hebben we het meeste hekel. Daar gaan jullie gewoon volle bak voor kiezen om daarvan te winnen. Wie moet de Arnie Floor zeker in huis halen? Ja, zeg maar. Dat is het een beetje dan. Ja. Ja. Nee, ze doen het hartstikke leuk. Dus ik denk dat ze het echt nog heel lastig gaan maken. En, het is ook wel een lekkere rol hoor, eerlijk. Ja, toch? Ja. Zo van, oké, we worden waarschijnlijk geen kampioen, maar we gaan wel zoveel mogelijk route in het eten gooien. Dus moeilijk mogelijk maken, ja. Nou, best lekker. Ja. En je kan je laten zien, individuele talenten. Nou, dat is ook echt top. Dat is natuurlijk top dat ze in de bovenste 4. Ik bedoel, die meiden kunnen zich nu laten zien in grote wedstrijden. En die worden continu daarmee geconfronteerd. Dus dat is alleen maar goed. En dan kunnen ze zich ook goed ontwikkelen. Ja. Ja. Ja, als we dan toch... Ja, Sanne heeft eigenlijk al gezegd. Jullie zeiden Twente. Diane zei Twente heeft misschien wel de beste papieren ook voor het kampioenschap. Vind jij dat ook? Ja, als ik nu moet kijken, dan nu wel. Ja, op dit moment. Maar wat ik zeg, ja, het blijft voetbal en het blijft... precies, het kan zomaar. Ja, het kan zomaar. Ja. Maar ze zijn, ja, ze doen het heel goed, ja. Ja. Ze hebben stabiliteit en ze scoren veel goals. Ze maken het af. Ja. Ja, daar hebben we geen invloed op die uitslag. Dus over een paar weken dan weten we pas of deze voorspellingen kloppen. Waar we wel invloed op hebben is stemming voor de speelster van de week. Dat doen we hier iedere week in de studio. Begin ik eigenlijk even bij Lucien. Wie zou je willen nomineren? Ja, ik ondanks 1-0 verloren, dan ga ik voor Barbara Losheid. Ik vond haar heel goed keepen. Nou, de goal is onhoudbaar. Het is een prachtige goal van Samantha. En ik denk dat ze het laatste weken sowieso goed doet. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb zelf met Bar ook nog gespeeld. Dus als ik dan zie hoe ze dat nu nog doet en hoe ze er staat voor het team. En zeker ook gisteren een paar keer belangrijke reddingen nog. Zeker.
Dus ja, voor mij Barbara. Dan zag je een van de oudjes in het team. Ja. Nou ja, soms zonder negatief. Want ze doen het dus heel goed. En ze krijgt dus een nominatie voor de beste speelster van het weekend. Dus. Precies, ja. Ik vond het heel goed doen. Ja. Sanne, wie zou je willen nomineren? Nou, dan ga ik voor Ripa van VV Alkmaar. Die speelde gewoon ontzettend goed. Fel, scoorde. Ze gaat volgend jaar naar Heerenveen toe. Dus ze heeft alvast haar visitekaartje afgegeven. En hele frisse speelster, veel energie. Dus daar werd ik blij van. Dus zij is het voor mij. Diane? Ja, ik vond het best wel lastig. Want ik vond niet echt iemand uitspringen in die wedstrijd. Maar ik heb natuurlijk Ajax-ADO gekeken. En ik ging toch voor Samantha van Diemen, de matchwinner eigenlijk. Ja, die maakt toch wel een mooie solo-actie en een mooie goal daarna. Dus vandaar dat zij het voor mij is. Ja, in ieder geval weer wat nieuwe namen op het lijstje. We schrijven ze op en aan het einde van het seizoen dan wordt de beste speelster beloond door ons. Ja, die stemmen schrijven we dus op. En op 26 april dan stemmen we pas weer, want dan zijn de eerste play-offs geweest. Moeten we trouwens nog heel even hebben over Stephanie Frappard? Oh ja. Ja. Niet Eredivisie, maar toch? Nee, ik vind het wel mooi. Ik vond het wel mooi dat zij die wedstrijd kreeg. Ja, natuurlijk is ze al eerder mannenwedstrijden gefloten. En ze is gewoon goed, dus Maar ik vind het wel leuk. Het werd er niet heel erg makkelijk gemaakt. Nee. Ze had het best wel zwaar. Maar ik vind wel dat die mannen wel wat rustiger zijn met de vrouw. Ik weet niet of jullie dat hebben gemerkt, maar op een gegeven moment was er zo'n opstootje. En je merkte dan toch wel dat die mannen er meer tussen sprongen, zeg maar. Tussen haar en de tegenstander. Zo van, oké, niet zo tegen de scheidsrechter. Ja, precies. Ja, dat vond ik wel. Dat ik dacht van nou, met de mannelijke scheidsrechter had ze misschien wel... Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, ik moest nog wel lachen om een tweet van Merel. Pierre van Hooijdonk die zei van ja, Frappard heeft nooit hoog niveau gevoetbald, dus ze zou geen goede scheidsrechter zijn. En Merel die tweet toen, Pierre, jij was ambassadeur van het EK 2017 van de vrouwen en commentator. En ik heb jou ook nog nooit op het hoogste vrouwenvoetbalniveau zien spelen, dus... Die was wel echt een burn. Ja, echt een burn, ja. Nou, ken ik Pierre een beetje. En ik weet dat hij dat echt niet zo lullig bedoelde als dat het eruit kwam. Maar het was natuurlijk niet echt heel erg handig. Niet nodig. Het slaat ook helemaal nergens op. Nee, het slaat ook echt nergens op. Nee. Ja. Dus de burn was terecht. Zeker weten. Nog even gezegd hebben. Ja, dat is wel echt tof. Frappard natuurlijk, vrouwelijke scheidsrechter, echt aan de top. En in het tweede gedeelte van onze talkshow, in het tweede gedeelte van dit seizoen, dan zullen we ook de Nederlandse top scheidsrechter Shona Shukrula hier te gast hebben. Dus daar gaan we nog wel een keertje over napraten met z'n allen, denk ik. Ja. Dan hebben we nog het absolute collectors item die we mogen weggeven. Onze pure energie Eredivisie Vrouwen hoodie. Die kon je namelijk winnen door een comment voor ons achter te laten op ons YouTube kanaal of op ons Instagram kanaal. Wie heeft er gewonnen, Sanne? Ja, dat weet ik. Dat weet jij. Dat heb ik even goed opgeschreven. Charlotte Buijs, jij was de winnaar. Want je luistert naar ons op weg naar de voetbaltraining. En je vindt het ook tof om te horen hoe de commentatoren, speelsters, verslaggevers de vrouwen-eredivisie van dichtbij meemaken. We hebben hem hier even niet. Maar dat komt omdat hij al onderweg is naar Charlotte. Dus wat dat betreft. Hij is onderweg. Heel veel plezier ermee. Mag ik die dan wel weer terug? Ja, ik moet het dan toch alweer hebben. Ja. Omdat we moeten afkondigen, dat moeten we altijd goed doen natuurlijk. Want als je ook zo'n trui wil winnen, abonneer je dan op onze talkshow via je favoriete podcast app. Geef ons 5 sterren als je ons beluistert via Apple Podcast. En vertel ons via ons Instagram account @pureenergieev wat je van ons vindt. En eigenlijk, we reageren ook altijd, hè, Sanne? Dus laat ook iets achter. Vinden we altijd leuk om te horen wat je van ons vindt. Ja, ik wil heel graag mijn gasten hier in de studio bedanken. Diane Bito, Sanne van Dongen en Lucien Rijgaard. We gaan er een paar weekjes tussenuit. Maandag 26 april, dan zijn we weer terug met de talkshow. En we sluiten zoals gebruikelijk af met een hoogtepunt uit de historie van het vrouwenvoetbal. En dat is nu eigenlijk een beetje een ongemakkelijk momentje tijdens de uitreiking van de Ballon d'Or, oftewel de Gouden Bal. Ada Hegerberg die wint als eerste vrouwelijke voetbalster ooit deze prijs. En dan krijgt ze toch een beetje een gênante vraag. Nummer 6. De Gouden Bal met een ongemakkelijke rand. De vrouwen hadden er 62 jaar op moeten wachten, maar in de winter van 2018 was daar dan de uitreiking van de eerste Ballon d'Or, de Gouden Bal voor vrouwelijke voetballers.
Wie die prijs in de wacht zou slepen, stond al lang van tevoren vast. Olympique Lyon had het seizoen ervoor de landstitel veroverd en voor de derde keer op rij de Champions League gewonnen. En dat had de ploeg grotendeels te danken aan Ada Hegerberg. De Noorse doelpuntenmachine had in één seizoen 53 keer gescoord, waarvan 15 keer op het hoogste Europese podium. In een gouden jurk verscheen Hegerberg op de rode loper van het prestigieuze prijzengala. Met aan de ene zijde moeder Gert en aan de andere zijde haar oudere zus Andrien, die net de overstap naar Paris Saint-Germain had gemaakt. Het succes van beide dochters was aanleiding voor hun ouders om onder de naam Team Stolsmo Hegerberg lezingen te geven over hoe je je kinderen naar de top begeleidt. Een aardig verdienmodel ook, want één lezing kost 25.000 Noorse kronen, bijna 2500 euro. Terug naar de avond, begin december. Wat een feestelijk moment had moeten worden voor de familie Stolsmo Hegerberg en voor vrouwenvoetbalfans over de hele wereld, draaide uit op een deceptie. Hegerberg, stralend in haar gouden jurk, had net de gouden bal ontvangen toen de Franse DJ en co-presentator Martin Solveig aan haar vroeg of ze kon twerken. Een ongemakkelijke stilte verspreidde zich door de zaal. Een paar mensen begonnen nerveus te lachen. Hegerberg reageerde verbouwereerd. "No," zei ze. 2 jaar later tekende Hegerberg een 10-jarig sponsorcontract bij Nike, dat haar jaarlijks meer dan 1 miljoen euro oplevert. En dat heeft ze niet te danken aan haar danstalent. Dat komt gewoon omdat ze een van de beste en meest invloedrijke vrouwelijke voetballers aller tijden is.